voor sport en stad. Hoi, mijn naam is Ilse Paulis en ik ben Olympisch kampioen roeien. Normaal gesproken train ik 2 tot 3 keer per dag de bosbaan, maar dat is nu even anders. Gelukkig staat er een team van Topsport Amsterdam klaar met onder andere krachttrainingsexperts, diëtisten, topsportkoks en sportpsychologen die mij en de andere roeiers hierin kunnen begeleiden. En zij hebben ook voor jou de nodige tips om deze tijd fit en gezond te blijven. In de sport weten we als geen ander. Naast hard trainen is het ook nodig goed te rusten en te herstellen. Met de nieuwe werksituatie zou het zo eens kunnen dat je een stuk slechter slaapt of het een stuk moeilijker vindt om je hoofd leeg te maken. Daarom wordt in de volgende reeks video's de hoofdvraag: hoe behoud ik mijn werk en privébalans behandeld? Er worden 3 video's opgenomen bij deze hoofdvraag met de subvragen: hoe houd ik grip op mijn werkzaamheden? Hoe kan ik mijn slaapkwaliteit verbeteren? En tot slot, hoe kan ik mijn hoofd leeg maken? In deze video gaan we aan de slag met de vraag: hoe behoud je grip op je werkzaamheden? Nu je thuis zit, is het makkelijk om het overzicht te verliezen. De structuur van je dag is veranderd, de vaste momenten met collega's zijn er niet of in een andere vorm. En je bent een stuk vrijer in het indelen van je dag. Zou het dus zomaar kunnen zijn dat je weer van het ene naar het andere vliegt. In de sport kennen we deze hectiek goed. Zeker de talenten die naast hun topsport ook nog naar school moeten gaan, huiswerk moeten maken, verplichtingen hebben met vrienden en familie en ook nog andere afspraken moeten nakomen, zoals die met een topsport leefstijlcoach of met een voedingsdeskundige of met een strength and conditioning coach of misschien wel met een fysio. Om dit allemaal overzichtelijk te houden, helpt het vaak om verschillende soorten planningen te gebruiken. Zo gebruiken ze een weekplanning waarin ze per dag aangeven welke taken zij moeten hebben gedaan. Maar gebruiken ze ook een dagplanning waarin zij per uur aangeven wat ze willen gaan doen. En wat ze willen gaan doen zijn dan niet alleen de afspraken, maar juist ook de momenten van herstel inplannen. Juist ook de momenten van ontspanning inplannen. Als je dit structureel doet, dan voel je dat je de controle hebt over de tijd die jij ergens aan besteedt. Zo kan je ook een inschatting maken of de tijd die je ergens aan een bepaald doel moet besteden realistisch is of niet. Sommige taken moet je namelijk meteen doen en andere kan je misschien ook uitstellen. Stel jezelf daarom altijd 2 vragen. De eerste is het dringend? En de tweede is, moet het eigenlijk wel nu? Op basis daarvan kan je prioriteiten stellen aan welke taken je eerst je aandacht gaat geven. Voor de thuiswerkers is het op dit moment misschien nog wel meer van belang om de werkdag echt goed af te kunnen sluiten. Velen zullen de situatie herkennen dat je de laptop op de tafel laat staan of juist lekker op de bank waar je nou toevallig het laatste uurtje nog even je mailtjes hebt zitten wegwerken. Die laptop ligt dan vaak naast alle aantekeningen en alle to-do-lijsten van je werk. Zo zou het kunnen zijn dat je lekker op de bank wil ontspannen 's avonds en dat je dan eigenlijk heel de tijd herinnerd wordt aan het ene taakje dat je al een week voor je uitstelt. Omdat je dus je laptop of je to-do-lijst weer in jouw beeld ziet verschijnen. Als je een duidelijke overzichtelijke planning hebt, kan je ook echt genieten van de momenten van ontspanning wanneer dat mogelijk is. Dus zo hoef je niet meer te Netflixen met een schuldgevoel, maar kan je tevreden je werk afsluiten. Ook werk je nu op plekken waar je normaal ontspant. Zo noemde ik net al de bank, maar het kan ook zijn dat je je slaapkamer hebt omgetoverd tot een heel mooi kantoor. Maar dit brengt dan wel een nieuwe associatie mee in deze ruimte. De kans dat je daarna minder goed kan ontspannen in de ruimte is dan ook vrij groot. Al deze dingen zorgen ervoor dat je je werkdag niet goed af kan sluiten. Wat hierbij kan helpen is het bedenken van een routine. Sporters gebruiken deze mentale routines vaak om grip te krijgen op situaties die belangrijk zijn. Of bijvoorbeeld veel spanning met zich meebrengen. Het zijn bijvoorbeeld wedstrijddagen of belangrijke trainingsmomenten of selectiemomenten. Een mentale routine kan bijvoorbeeld zijn dat je alles vastlegt wat je doet tussen het opstaan en het begin van de wedstrijd. Maar het kan ook inhouden dat je voor jezelf ruimte inplant om na het ontbijt altijd gewoon een rondje te gaan lopen. Dit zou je natuurlijk ook kunnen toepassen op het afsluiten van een werkdag. Dus welke acties onderneem jij om echt een werkdag af te sluiten? Waar berg je je laptop op? En wanneer je al deze acties hebt gedaan, wanneer is dan de werkdag klaar? Probeer dit eens voor jezelf na te gaan bedenken. Dus, alle informatie op een rijtje. Hoe houd ik grip op mijn werkzaamheden? Dat was de hoofdvraag. Hier zijn wat praktische tips. Zorg ervoor dat je werkruimte een andere ruimte is dan de ruimte waar je wil ontspannen. Natuurlijk
bij je beperkt met ruimte die je hebt in je huis. Maar indien het even kan, maak dan een andere werkruimte dan een ontspanruimte. Bedenk per doel welke werkzaamheden je daarvoor moet doen. En gebruik een planning om die doelen en die werkzaamheden in tijd weer te geven. Ontwikkel een routine om je dag af te sluiten. En zorg dat je je werkitems op vaste plekken hebt liggen. Dus niet in je directe bereik en ook niet in je directe zicht wanneer je werkdag over is. De opdracht die we jullie mee gaan geven is vanzelfsprekend. Probeer een mentale routine te bedenken voor het einde van je werkdag. Bestaande bijvoorbeeld uit een checklist van acties die je onderneemt, waaraan jij kan merken dat je je werkdag afsluit. Of plan bijvoorbeeld even een ontspanningsrondje wandelen in nadat de werkdag is afgesloten. Als je dit blijft herhalen, zul je zien dat je een bepaalde rust ermee creëert wanneer je werkdag inderdaad zo afsluit. Goed. Ben jij benieuwd wat onze strength and conditioning coach hier allemaal over te zeggen heeft en of die jou hierbij kan helpen? Kijk dan naar de andere video. Wij zijn TA.